Welkom. Ik sta hier op Holteberg. Ligt in Nationaal Park Sallandse Heuvel. Sallandse Heuvelrug, volgens mij. In ieder geval de Holteberg, mijn vroegere achtertuin. En ik vind het altijd, als ik hier aan het hardlopen ben, en dat ben ik nu aan het doen. Nou ja, nu niet op dit moment. Maar het is hier een beetje buitenland, omdat hier wat heuvels zijn natuurlijk. En ja, voor heuvels moet je over het algemeen naar het oosten van ons land of naar het zuiden. Want Arnhem of natuurlijk Zuid-Limburg. Maar hier in Nijverdal, of tenminste daar net daarbuiten, dan zie je dus ook heuvels. Het hoogste punt, wat volgens mij daar zo is, waar die berg daar zo op staat, is iets van 70 meter boven zeespiegel. Dus je bent hier wel veiliger als je hier bent, in verband met klimaatverandering. En dit is de laatste plek. En daarom vind ik dit wel een bijzonder plekje. Dit is de laatste plek waar de korhoender voorkomt. Dit Nationaal Park is ongeveer 35 vierkante kilometer groot. Het is best een flink Nationaal Park. En hier komt de korhoender voor. Het is de laatste plek in Nederland. En je moet je zo voorstellen dat die korhoender is een soort familie van de fazant. Die komt ten noordoosten van ons nog wel voor, maar Nederland en België heeft die hele kleine populaties en de laatste populatie is dus hier. En maar ga je verder naar Denemarken, Zweden, Finland en zo boven in Rusland, Siberië, dan komt die nog regelmatig voor. Dus dit is het laatste plekje waar die zo in zijn meest westelijke kant van zijn verspreidingsgebied zit. Het is wel een raar beest, kan nauwelijks vliegen. En een beetje een dikke fazant ziet hij eruit. Ja, het is een heel mooi natuurgebied waar nu steeds minder gelukkig dennen voorkomen. Die dennen, sparren, die zijn aangeplant pak een beetje 100 jaar geleden voor productiehout. En je ziet hier in het landschap dat er veel dennen staan. En die dennen die verspreiden zich nogal makkelijk natuurlijk door een zaad wat gewild is bij vogels. En dan nemen ze de hei over. Maar het Staatsbosbeheer is hier goed bezig om die dennen dus weer weg te hakken, uit te roeien. Zodat we meer heide hebben. Die heide komt hier van nature dus veel voor. Omdat het een zandgrond is. En een zandgrond is heel arm in mineralen. En daar groeien dus langzaam groeiende soorten op zoals deze heide. Caluna vulgaris. En die heide, ja, dat is een langzaam groeiende soort. En waar we natuurlijk in Nederland mee te maken hebben met vermesting, is dat die soort die kan overwoekerd worden. En je ziet dat door die lichtere plekken daar, door gras, hè, omdat er veel stikstofdepositie is vanuit de lucht, komt er te veel stikstof en hebben snel groeiende soorten toch een kans om hier te groeien. Ook al is het een arme zandgrond. En die kunnen dan die heide overnemen. Dus ook daar is Staatsbosbeheer druk mee bezig om dat in toom te houden. En dat doen ze af en toe door, en dat ziet er een beetje cru uit, door de hele boel weg te maaien of weg te branden. En soms met de bulldozers aan toe. En ik hoop dat ik hier nog een stukje straks zie. Dan kan ik dat ook nog even filmen. Ja, hier sta ik dus iets verder. En dit is wat ik bedoel. Weggevreesd. Dit is gewoon met zo'n van die handmaaimachines. Het is niet zo'n klein, het is niet zo'n groot stukje. Het zal het zijn 30 meter lang, 10 meter breed. Dus zeg drie klaslokalen of zo. En je ziet hier allerlei stammetjes nog zitten. Maar ja, dit zou er vanuit de wortels nog uit kunnen lopen weer. Maar het idee is natuurlijk om heel veel biomassa weg te halen. En als je dat biomassa weghaalt, kan het ook niet vergaan en dat levert dus weer hele arme grond op. Dat deze Holteberg is ontstaan in de ene laatste ijstijd, dat kan je goed zien aan hier dit stukje weg. Niet aan de ene laatste, dat het de ene laatste ijstijd is, maar wel dat het een stroomrug is geweest. En je ziet hier allerlei kiezels. Wel iets wat natuurlijk, als je aardrijkskunde hebt, wat je weet. Ja, een stroomrug, wat afzetting door rivieren zijn. Je ziet dit soort kiezels. Ja, dat
Ook veel rondere steensoorten. Dat is veel geslepen door water. Dus dit zijn plekken waar veel water is geweest. Waar rivieren zijn geweest. En het lijkt nu een beetje raar. Het is vrij droog, zo'n zandgrond. Maar dit soort plekken waren dus... hoge plekken en stroomruggen waar rivieren langs liepen en doorliepen. En dit is flink omgeploegd, dus door die ene laatste ijstijd. Pak een beetje, 150.000 jaar geleden. Het is echt wel een vet stukje Nederland hier. We zijn hier bij een ander stukje. Een ander stukje waar Stadsbosbeheer goed heeft huisgehouden. Kan je onder andere al hier zo achter mij zien. Enorme takkenbossen. En als je hier kijkt, dan zie je dus dat die hele helling hier is helemaal kaal gemaakt. Er zijn af en toe wat stammetjes die overgebleven zijn. En je ziet er helemaal achterin, zie je allemaal bomen en zooi liggen. Verderop ook. Hier zie je ook allemaal... zooi liggen wat ze dus hebben weggekapt. En het ziet er wel indrukwekkend uit. Het lijkt echt wel alsof hier... hier hebben ze met zwaar materieel... Hier hebben ze echt wel met bulldozers en zo... hebben ze de boel weggehaald. Ja, dat ziet er nou niet bepaald als natuur uit meer. Toch is dit, zoals ik zei, heel belangrijk. Want overal waar je kijkt zie je kleine boompjes staan. En de bosrand is dus daar. En als we niks doen, dan rukt die bosrand op. En voor je het weet hebben we weinig heide meer. Die heide die hebben we afgesproken in Europese wetgeving en afspraken Natura 2000 onder andere. Dat we zoveel mogelijk verschillende soorten biotopen en habitats voor allerlei verschillende dieren behouden houden. En heide is daar een belangrijke van in Nederland. En... ja, we willen dus zorgen dat er genoeg heide in Nederland blijft om te zorgen dat al die dieren en planten die daar van oorsprong thuis horen, dat we die kunnen behouden. En dat die populaties ook voldoende groot zijn dat ze een stootje kunnen hebben. En daarom moeten we dus actief beleid om te zorgen dat die heide hier blijft en dat niet langzaam maar zeker bos wordt. En dat is dus wel wat er gebeurt als we niks doen, dan wordt langzaam maar zeker onze heide bos. Dus daarom halen ze hier het zwaar materiaal van alles weg. En je ziet dat er blijven nog een paar bomen staan. Ik vermoed dat de meeste dennen er ook nog aan zullen gaan. Die gaan ze ook nog kappen, dennen en berken. Maar dat rijtje daar, oude beukenbomen, die zullen ze laten staan. Want die zijn endemisch, dus die horen hier thuis. Dus vanuit de westflank van de Holterberg... wil ik afscheid nemen zoals de Nijverdallers dat doen. Doe hennega. En vergeet niet te subscriben of te liken. En ik zie graag je comment beneden hier staan. Goed gewoon!